Leuk dat jullie kijken. Ik ben in Lochem, want ik ga naar Marguerite. En ik krijg een leuke behandeling. Kijk dan hoe cool. Een fantastische plek waar zij zit. Een keer ook retraite gehouden. Leuk dat jullie kijken. Ik ben weer bij Marguerite, maar nu ben ik in de Achterhoek en niet in Amsterdam, want we zijn nu in Lochem. Want daar heb je ook een praktijk. Ja, en ik vind het super fijn om hier te kunnen werken. Het is zo mooi hier in de Achterhoek. Ja, en voor mij is het ook heel fijn, want ik kom uit de Achterhoek. Ja, dus een klein beetje Amsterdam naar Lochem. We gaan vandaag een profilo-behandeling doen. Ja, en wat houdt dat precies in? Precies. Ja. Profilo is een behandeling met hyaluronzuur, maar een super pure hyaluronzuur. Dus het is eigenlijk geen filler, zo werkt die ook helemaal niet. Het is eigenlijk te vergelijken met een soort dagcreme die je onder je huid doet. En daar heeft hij een super goed effect op de collageenvorming, elastinevorming. De fibroblasten worden weer aangezet. Dus het verstevigt je huid en geeft een mooie glow eigenlijk. Oh, die heb ik nu al nodig. Want bijvoorbeeld de diepe lijn, dat moet je gewoon met botox doen. Hè? Dat is gewoon, dat kun je niet daarmee veranderen. Hè? Nou, als lijnen veroorzaakt worden door bepaalde spierbewegingen, dan doen we dat met botox. Maar dit is dus de profilerbehandeling. Ja. Hier zit 2 ml hyaluronzuur in. En ideaal gezien doen we 2 behandelingen met ongeveer 4 weken ertussen. En ik kijk altijd wel eerst even hoe de huid is. Hè? Als 1 behandeling genoeg is, dan is 1 genoeg. Ja. Je kan dit ook heel mooi toepassen op je hals en je décolleté. En kan dat ook in combinatie met en bijvoorbeeld botox en dit tegelijk? Of kan dat niet? Ja, kan zeker. Ja? Ja, absoluut. Net zoals de andere hyaluronzuurbehandelingen kan je dat combineren. Oké. Okay. Ja. En je krijgt niet echt een, we gaan het straks zien of ik echt een heel rood gezicht krijg of dat, wat dan ook. Ja, wat je ziet straks, want ik doe het aan de hand van een aantal punten, 5 punten per gezichtshelft. Ja. En dan zie je eerst een soort bultje. En dat zakt dus weg in de loop van de dag. Dus mocht je nog een leuke lunch zo meteen gepland hebben, dan kan je dit beter een andere keer doen. Gaan we beginnen? Ja. Ben je er klaar voor? Ben ik klaar voor. Oké. Ben benieuwd. Doet het pijn eigenlijk? Het zijn prikjes. Maar dit is, er zit geen bedoeling in. Dus het zijn een paar prikjes. We beginnen bij dit punt. Net onder de huid. Beetje branderig, denk ik. Probeer niet weg te trekken. Bij Restylane hyaluronzuur, daar zit een klein beetje verdoving in. Dat zit hier dus niet in, dus daarom is het iets branderiger. Oeh. Ja. My god, hé. Hey. Hoeveel moet het er nog? Nou, nog even. Zo'n keer precies op waar het in moet prikken? Ja. Het zijn op zich punten die ik al vaker gebruikt hoor, maar make in. We zijn bijna op een halve wegen. Nu snap je ook waarom ze normaal gesproken er wat verdoving mee doen. Godverdorie. Zo. Soms is één kant van het gezicht gevoeliger dan de andere kant, hè? Zij is er hoopvol. Dan hoop ik dat deze kant is. Precies. Dat is wel mooi hoor. Het is een halve wegen. Valt nog mee hoor. Ja. Komt het lijkt wel een soort gel hè, wat erin zit, hè? Ja, is het ook. Is deze minder gevoelig of maakt het helemaal niks uit? Nee, maakt niet uit. Oh. Lijkt nu wel anders. Ja, zachter, zie je dat? Dat het zo snel gaat. Ja. Ja, en dit is gewoon omdat ik er iets in doe. Ongeveer 0,2 per ding is. Maar nu gaat die spreiden en dan gaat die huid zelf aan de slag. Dat is het leuke. Na 4 weken kun je het echt pas zien. Of is het echt ook al na 2 weken, 2 dagen zo, dat ik het... Zelfs na 2 maanden zie je nog beter. Het heeft gewoon even tijd nodig. De huid is een heel traag orgaan. Dat moet je eigenlijk gewoon 1 keer per jaar doen. 1 keer per jaar? Ja. Ik krijg ook tussendoor nog even botox erbij. Even serieus doen. Dat vind ik niet serieus. Vind je wel toch bij? Ze doen een heel klein beetje botox. Ja. En, ik doe geen zones, maar ik doe druppeltjes, oftewel eenheden. Dus ik doe een beetje daar, een beetje daar. En zo zorgen we dat je nog wel wat mimiek houdt en dat het gewoon natuurlijk blijft. Want ik vind vaak met zones dat het te strak wordt bij mensen. Ja. En iedereen is anders. Ja. Dus daarom doen we dat zo. En daarom ben ik ook heel blij met jou. Ja. Dag eens. Ja, ontspan maar. Dus je kan beter 1 keer in de 3 maanden een klein beetje doen. Omdat het helemaal strak staat.
Kijk, okay, nog eens omhoog, heel hard. Ja, ontspan maar. Ontspan maar. Niet te veel hangen. Klaar. Ja, en iedereen is anders. Ja. Dus daarom noemen we dat zo. En daarom ben ik ook heel blij met jou. Ja. Mm-hmm. Ik hoop dat je het met Tim hebt gehad. En dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. En doe een duimpje omhoog, hè. En word abonnee van mijn YouTube kanaal.